Hallo allemaal, hier Kasia van Top of Mind Consulting. Ik ben medium uit Breda en ik heb vandaag een persoonlijke boodschap voor Ilse met jullie samen maken. Waarom persoonlijke boodschap? Persoonlijke boodschap helpt om je level een beetje omhoog te zetten. Als je dagelijks naar een boodschap kijkt, dan word je een beetje geuplift. En daarom heb ik dat bedacht om naar jullie zo'n boodschap te mogen sturen, dat jullie het een beetje een bepaalde onderwerp non-stop kunnen herhalen en het upliften. Goed, hè? Oké, we gaan ervoor. Lieve Ilse, je hebt de toestemming gegeven dat ik boodschap zou aan jou overbrengen via de Facebook en YouTube. Dus we gaan ervoor. Dank je wel. En we gaan alvast die energie inzetten. Ja. Het gaat gebeuren. Ze komen. Nog een keertje. Ik ben benieuwd hoeveel kaarten krijg je. Het ging best goed. De dingen gaan snel, meid. Alles waar we de laatste keer erover hebben gehad. Want je bent 2 weken terug bij mij op consult geweest. Nou, die dingen gaan snel. Jouw ontwikkeling, jouw passie. Het gaat in versnelling. Wat eigenlijk ook niet gek is, want binnenkort is september. Waardoor iedereen begint te werken en alles begint weer in de flow te komen. Dus iedereen wordt wakker van de vakantie. Jij ook. We gaan nog verder. Nou, kijk. 2 van water. Wat zegt die? Die zegt over vergeving en andere denkbeeld opzetten op dat wat jou eigenlijk irriteert. Is het familie? Is het jouw partner? Zijn de collega's? Nou, jij weet het beter. Niet iedereen hoeft het te weten, maar het wordt in ieder geval wat geneutraliseerd. Nou, dat lijkt me wel een goed idee, hè? We gaan verder. Oh, kijk. Nou, een nieuw begin. Ik denk dat Vee van Water heeft het al een beetje verteld over jouw nieuwe proces. En vanuit hier begint het al stromen. Nieuwe ideeën, nieuwe fantastische ondernemingen, nieuwe passies. Alles gaat zich weer ontwikkelen, wakker worden en een nieuwe fantastische begin. Toppie. Is er nog meer? Ja. Meestal is het nog 4, 5, 6 kaarten. Ongeveer. Dan ga ik even checken. Er zijn 3 uitgekomen. Ik ga even checken. Welke is voor jou? Ah, de dromer. Leuk. Die heb je ook een aantal keren al bij mij gezien. Wat zegt de dromer? Dat omdat je zo goed en trouw bent geweest in dat wat je in gelooft. Nou, jouw dromen komen jouw kant op. Mooie cadeautjes worden al neergezet op je pad. Fantastisch. En nog 1 kaart die zegt over een nieuwe onderneming of een nieuwe passie. Die wordt echt werkelijk ergens in verwerkt. Dus, ga je een boek schrijven? Ga je een schilderij maken? Ga je nog meer coachingsgesprekken uitoefenen? Daar is die voor. Even kijken, wat hebben we? Wij hebben 5 kaarten. Ik ga nog kijken of ik eventueel een laatste, een 6e kan bijleggen. Ja. Oh ja, 8 van lucht. Nou ja.
Dat is wel een, even kijken, een hele mooie kaart. En die waarschuwt alleen maar op het moment dat het nodig is. En die zegt, je zit veel te veel in je hoofd. Op het moment dat je het echt niet meer weet. Je hebt een moeilijke start. Zet de video aan en kijk nog een keertje. Nou, wat we hebben hier gelegd. Lieve Ilse en alle kijkers, dat zal het zijn. Ik wens jou, jullie, ontzettend veel liefde en heel veel plezier vandaag. En heb je mij nodig, trek aan de bel. Tot volgende keer. Dag, lieve mensen.